Op 13 augustus 2017 werd ik vader. De wereld was niet veranderd, maar mijn wereld wel. Die stond op zijn kop. En dus ging ik me afvragen in wat voor wereld mijn dochters terecht zouden komen. Hoe komt deze eeuw eruit te zien? Net zoals in mijn boek ga ik in gesprek met wetenschappers en andere experts om te kijken hoe de toekomst er voor mijn dochters uit kan zien. Dit is de eeuw van mijn dochters. Ik zit weer in Hartje Amsterdam in de Flatland Gallery. Deze keer tegenover wetenschapsjournaliste Anna Gimbrere. Ja, hallo. En jij dacht Flatland, dat is iets dat ja. Past helemaal bij mij. Dat speciaal voor jou gekozen dit. Ja, ik ben ook heel plat. Ja, dat dacht ik ja. Nee, nou Flatland, dat is ooit een, was een... hoe zeg je dat? Een getekende film, zeg maar, met cirkeltjes. En die speelt zich af in twee dimensies. En ze ontdekken dan op een gegeven moment de derde dimensie. En dan worden ze allemaal helemaal wild, want dat kennen ze niet. Maar ze begrijpen het ook niet echt, omdat ze hem niet direct kunnen waarnemen. En daar ging mijn scriptie een klein beetje over. Over dat er mogelijk extra dimensies zijn die we dus niet direct kunnen zien. Dus ik dacht, dit heb je voor mij gekozen. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Jawel, zeker wel, Anna. Speciaal voor jou. Ja, nou ja, ook natuurlijk. Nou ja, want ik sprak jou voor het boek. Toen had het over, ook al over dimensies, over van alles nog wat. Maar de vraag is of mijn dochters ooit aliens gaan ontmoeten. Ja. Maar dat is natuurlijk maar zo'n klein onderdeeltje van jij je mee bezighoudt. Ja. Ja, en ik hou me niet eens iedere dag met aliens bezig eigenlijk. Nee? Ik zou me er dus iedere dag mee bezig kunnen houden. Ja, dat zou ik ook best kunnen. Nou, ik had er laatst over dat... Er is dus wel een man in Amerika en die is getraind door de overheid eigenlijk. Voor het geval dat er ooit aliens komen, dan moet hij als eerste daarop af. Dus hij moet dan echt... Hij heeft dus echt, zeg maar, gewoon in een soort setting hebben ze dat getraind. Dat hij in een heel pak naar die UFO moet lopen en dan contact moet maken. Wat een baan is ja, dat? Ja, dus ik vraag me ook af of hij dan daar nog iets naast doet. Want het gebeurt natuurlijk niet. Maar hoe train je iemand ervoor? Leer je hem dan dat hij hallo? Nee, ik kan beter hallo zeggen. Ja, eerlijk gezegd weet ik dat dus niet. Maar het is wel de moeite waard om uit te zoeken misschien voor de volgende keer. Dat ik en die man leeft. Die zit gewoon ergens te wachten tot het gaat gebeuren. Ja, ik denk dat hij wel ook nog andere functies heeft. Dat het wel. Ja, bij Defensie of zo, denk ik. Ja, het is een heel slap verhaal dit, hè? Het is super wetenschappelijk ook. Ja, nee, maar ik ben wel dan meteen geïntrigeerd door zo'n man. En ook dus daarom stelde ik jou die vraag van of ze aliens gaan ontmoeten. Maar ik dacht wel, ja, weet je, er zijn zoveel planeten. En dat jij hebt dat in allerlei podcasts die ik gehoord heb. Je zat bijvoorbeeld bij Pep Talk onder andere van Pepijn Schoneveld. Praat hij een uur lang over hoeveel planeten er wel niet zijn. Mm. Er zijn meer planeten dan zandkorrels op aarde, toch? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, we hebben er nog niet zoveel waargenomen. Maar de vergelijking die we maken is, er zijn in ieder geval meer sterren dan zandkorrels zeg maar op aarde. En gemiddeld vinden we per ster wel één planeet. Tot nu toe, hè? Dus het kan allemaal nog helemaal anders lopen. Dus de kans dat wij alleen zijn, is gewoon, dat slaat nergens. Nee, we zijn helemaal niet alleen. Nee, eigenlijk zeker niet in de hele geschiedenis van het universum. Het zou kunnen zijn dat het nog zo is dat er nu op dit moment voor ons geen ander leven is ergens in het universum. Maar dan is het er misschien wel eerder geweest of het komt nog. Want zo uniek zijn we helemaal niet. Is de aarde helemaal niet? Nee, nou de aarde is wel echt bijzonder uniek in de zin dat we nog nooit iets zijn tegengekomen tussen al die planeten die we hebben waargenomen dat een beetje op de aarde lijkt. Want wat de aarde zo bijzonder maakt is dat er dus vloeibaar water is, dat er ook heel veel water is. En dat we precies op een goede afstand zitten van onze ster, waardoor er eventueel leven mogelijk zou kunnen zijn. En dan moet het ook nog maar gebeuren, want Mars ligt bijvoorbeeld ook in die zon en Venus ook, maar daar kan geen leven bestaan. Dus het feit dat wij leven waarborgen hier op aarde, dat de aarde leven waarborgt, dat is gewoon extreem bijzonder. Ja. Maar tegelijkertijd zijn we maar een zandkorrel. Ja, we zijn piepklein. Ja, heel bijzondere zandkorrel. Uithalen. Nee, we zijn eigenlijk echt niks. Oké, nou dankjewel Anna Gimbrere. Het was een fijn gesprek. Lekker optimistisch. Ja, maar het is ook wel weer heel vet. Want als je dus bedenkt dat de kans dat er dus leven ontstaat op een planeet, dat leven zich ontwikkelt zo dat het intelligent wordt, dat het kennis kan delen, dat het kennis kan vergaren over het universum, dat het zijn eigen plek in het universum kan begrijpen. Nou, als je daar allemaal over nadenkt, dan zijn we ook weer zo uniek. En dan vind ik ook dat het onze plicht is om dus het universum een beetje te gaan begrijpen. Ik bedoel, wij hebben als enige van al het leven dat we kennen, hebben wij die capaciteit. Dus als wij daar niet iets mee doen, ja, dan zijn we hier echt voor niks. Hoeveel procent, zeg maar, is dat uitdrukken? Hoeveel snappen wij al van het universum? Ja, dat is echt een supergoeie vraag. Dat weten we eigenlijk niet.
iets meer dan 100 jaar geleden, toen dachten natuurkundigen dat ze eigenlijk het universum, dat ze alle natuurkunde wel bijna begrepen. Want toen hadden we de relativiteitstheorie was bedacht. En is dat waar? Ja, dat is waar. En we hadden de elektromagnetica. Die hadden we, zeg maar, die begrepen we. Dus we wisten iets van elektriciteit, we wisten iets van magnetische aantrekkingskracht en we wisten iets van zwaartekracht. En we dachten, nou, dan zijn we er bijna. We hebben het universum uit. Eigenlijk snappen we alles. Nu moeten we het alleen nog eventjes toepassen. Maar toen werd de kwantummechanica bedacht, of ontdekt eigenlijk. En toen ontdekten we ook een heel nieuw universum aan mogelijkheden voor technologie, maar ook om te begrijpen. Ja. Want kwantummechanica is voor jou gesneden koek, maar voor al die honderdduizenden luisteraars die net als ik een complete alfa zijn. Hoe leg ik het in een paar zinnen uit? Nou, kwantummechanica wordt meestal uitgelegd als de natuurwetten die gelden voor de allerkleinste deeltjes. Ja, dus zijn compleet tegenovergesteld aan onze natuurwetten. Daar is alles mogelijk eigenlijk. Ja, die zijn echt super anders. Bijvoorbeeld in ons universum kennen we gewoon, weten we dat je kan voor iets een tijds- en een plaatsaanduiding hebben. En bij kwantummechanica weet je nooit precies waar een deeltje zich bevindt als je weet wanneer je het... Nee, dat zeg ik heel gek, hè? Nou, ja. Erik, was je dus nu al je kwijt. Dus je kan niet de tijd en de plaats tegelijk precies meten. Dat zijn gekke dingen. Ja, dus ik heb wel eens me laten uitleggen... dus dat kwantummechanica is dat je... in onze wereld is het zo, er zit iets in een doosje... en je maakt het doosje open en dan zit het erin. Ja. En je hebt bijvoorbeeld... in kwantummechanica is het... er zit iets in een doosje en je doet het doosje open... maar dan hoeft het er niet meer in te zitten. Want nee. Dat deeltje kan ook totaal ergens anders gewoon besluiten te zijn op dat ja, moment. Ja, je hebt een soort waarschijnlijkheids... Het is een soort Hans Klok magie-achtige wereld. Het is echt totale magie. We hebben ook dingen waargenomen waarvan mensen eerst dachten van het klopt niet. Zoals wat dan? Nou ja, dus bijvoorbeeld inderdaad wat jij zegt, dat dus een deeltje, als je gewoon één piepklein deeltje hebt en dat schiet je door een gat, dan zou je verwachten, nou dat wordt één stipje. Maar als je twee deeltjes door twee gaten schiet, dan wordt dat opeens een soort golfpatroon. En daaruit maakten we op dat eigenlijk die twee kleine deeltjes zich helemaal niet per se gedragen als twee stipjes, maar als een soort golf. En eerst begrepen we dat gewoon niet, maar nu hebben we gewoon dingen waargenomen waarvan we dus zeker weten dat die kwantummechanica wetten die we nu hebben, dat die wel echt kloppen, ook al zijn ze totaal tegen natuurlijk. Ja, maar oké. Ja, het is een beetje vaag nog. Hè? Misschien moeten we daar een ander moment nog... Nee, maar het is vaag. Maar dat is het natuurlijk. Het is ook vaag, want aan de ene kant dachten we dus het universum uit te hebben. Ja. En toen kwam er dus de kwantummechanica bij en blijkt dat we er eigenlijk gewoon niks van begrijpen. Nou ja, dat we in ieder geval nog een stukje niet begrijpen. En nu begrijpen we de beweging van de allerkleinste deeltjes best wel goed, met behulp van de kwantummechanica. Maar nu lukt het ons niet om één formule te vinden voor... en de relativiteitstheorie dus, en de zwaartekracht, en de kwantummechanica. En als die formule er is, dan misschien hebben we dan het universum uit. Ja, dat denken we nu. Nu denken we, als we die twee verenigd hebben, dan hebben we het universum uitgespeeld. Maar goed, voor hetzelfde geld komen we dan achter dat er nog een parallel universum is of zo. Ja, dat weet je eigenlijk ook niet zeker. Ja, en dan... Ja. Nu ben ik al helemaal verloren. Ja, ik snap het. Ja, nee, het is ook te veel. Ja, want het is eigenlijk, want het klinkt, het zijn nou natuurlijk al de kwantummechanica of de kwantumtheorie en de relativiteitstheorie. En het klinkt heel abstract, maar uiteindelijk gaat het gewoon volgens mij toch over de vraag: wie zijn we, waar komen we vandaan, waar gaan we naartoe? Ja, zeker. Daar gaat het. Uiteindelijk is denk ik alle wetenschap is begonnen met de vraag: wat kunnen we om ons heen waarnemen? En wat vertelt dat ons over waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan? En vroeger was dat dan meer, noemden ze dat natuurfilosofie. En nu heb je dan de natuurkunde, is eigenlijk een soort afsplitsing daarvan. En nu hebben we ook weer filosofie om de vraag te beantwoorden, waar we gewoon wetenschappelijk nog niks technisch over kunnen zeggen. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om, ook als je het universum wil begrijpen, van in welke, ja, waar zitten we in? Waar zijn we vandaan gekomen? En, nou, zeg het maar. Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Ja, ik dus ook niet. Maar nee. Het fascineert me enorm. Want ja. Ik ben ontzettend bezig met het hier en nu en de dagelijkse dingen. Ja. En als ik dan soms eens een keer tijd heb en ga zitten en nadenk over alles wat we niet weten, over hoe miniem die aarde is en hoe niet oud en hoeveel er wel allemaal om ons heen is, dan gaat het toch, het is toch ook niet te bevatten voor een gewoon mens? Nee, dat is ook niet. En ik denk wat misschien wel de crux is dat, kijk, aan de ene kant vind ik dus dat we de plicht hebben om zoveel mogelijk te begrijpen, maar wat we daar uiteindelijk volgens mij van leren, de conclusie die we daar volgens mij uit moeten trekken, is juist inderdaad dat hier en nu zo belangrijk is, want dat is het enige waar je nu iets mee kan. Dus dat we dus ook juist wel zuinig moeten zijn op deze planeet. Dat we niet alleen maar bezig moeten zijn naar vooruit willen en harder willen en meer willen bereiken. Dat eigenlijk de manier waarop wij geluk ervaren, ja, dat is gewoon hier. Dus het maakt ons nederig in zekere zin. Het maakt ons best wel, ja, het maakt mij wel nederig. Maar ook wel weer, ik kan er ook wel juist een gevoel van krijgen van wow, wat bijzonder.
Wat toch een godswonder dat we hier zijn. Ja, ja, dat vind ik sowieso. Maar als ik dan met mensen zoals jij praat, heb ik het nog veel meer. Omdat het gewoon een natuurkundig wonder is. Ja, ja, ja. Nee, ja, het is een natuurkundig wonder, maar ook een biologisch wonder en een chemisch wonder. En eigenlijk, ik denk het belangrijkste van de aarde, en dat is volgens mij gewoon, kijk, natuurkundigen kijken naar de droge materie eigenlijk, hoe gedraagt die zich? Maar het wonder van de aarde is vooral dat het leven waarborgt. Ik bedoel, er zijn een heleboel droge planeten en de sterren gedragen zich ook super bijzonder en het universum is een wonder. Maar leven is wat deze planeet uniek maakt. En dat is eigenlijk, denk ik, waar we dan toch iedere keer weer achter komen. Waar ben jij nou het meest nieuwsgierig naar als je het universum intuurt? Ja, ik heb echt een enorme fascinatie voor de begrenzing van het universum. Dus van waar houdt het op? Er is mij vroeger verteld dat het oneindig is. En die oneindigheid vind ik zoiets bizars, maar ook een beetje relaxed, zeg maar. Ik word daar een beetje, ik krijg er een soort bijna claustrofobisch gevoel van. Hoe het houdt dat? Me niet op, het houdt me niet op. Nee, je kan het je niet voorstellen. En hoe werkt dat dan als er geen grens is? En is die er dan nooit geweest? En wat zit er dan buiten die grens? Of en is zo? Er dan nog een universum? Ja, maar het feit dat iets onbegrensd is, ja, daar kan ik gewoon niet bij. En als kind heb ik wel eens gelezen dat het dan kon. Ik weet niet of het zal niet een natuurkundig boek zijn geweest, maar dat het ook kan dat wij zeg maar de nagel zijn, dat ons universum de nagel is van een wezen. Ja, ja, ja. Hetzelfde ja. Als een mierenkolonie die denken, ja, dit is de wereld, maar het is maar een mierenkolonie ja. Op een gasveld hier in Nederland. Moet je kijken wat er buiten is. Ja. Dus wij proberen met mannenmacht iets te verklaren wat nog zo oneindig veel ja, groter misschien wel is. In de film Man in Black zat dat ook heel vet. Dan blijkt dus het hele universum in een kattenbelletje te zitten. In de allerlaatste scène. Ja. En dat is wel een beetje, zeg maar, er wordt wel heel vaak gesproken ook over dat bijvoorbeeld het allergrootste op een andere manier verbonden kan zijn met het allerkleinste. Dus dat er een soort loop is waarin dus het allergrootste weer terugkomt in het allerkleinste. En dat het op die manier toch weer met elkaar verbonden is als een soort donut. Dus dat we denken we gaan groter, 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 groter. En dan komen we terug bij het begin. Ja. Want nu is het verhaal, zou het toch ook zijn dat het universum is aan het uitdijen. En dan op een gegeven moment komt daar een einde aan. Dan gaat het weer inkrimpen. Dan wordt het één heel klein puntje. Ja, en dan zou het weer terugknallen. Dat is het idee. Maar dat is een manier om te verklaren dat we nu waarnemen dat het universum uitdijt. En dat zien we aan de hand van het lichtspectrum dat we nu zien van dingen die van ons afbewegen. Dus eigenlijk als we kijken naar hele verre sterren of sterrenstelsels, dan komt daar licht vandaan. En aan dat licht kunnen wij zien dat het van ons af beweegt. Dat heet roodverschuiving. Dat wil eigenlijk zeggen dat lichtspectrum wordt gewoon een beetje uit elkaar getrokken en dan wordt het een langere golf. Dus dat hebben we waargenomen. En er zijn een paar dingen die we gewoon ook niet helemaal konden verklaren aan hoe het universum beweegt. Dus we weten dat dat zo is. Maar daar hebben we uit geconcludeerd. We zijn ooit uit één stipje gekomen. Dus we zijn ooit uit een Big Bang ontstaan. Alleen, dat begreep ik niet helemaal. Want wat zit er dan voor die Big Bang? Ik bedoel, was er dan niks? Precies, ja. En nu zijn dus een paar theorieën. Eén theorie is dus inderdaad dat het dus inderdaad in eerste instantie uitdijt en dan vervolgens weer terugkomt en weer in dat stipje komt en dan weer knalt. En dat het als het ware oneindig zich herhaalt. Maar dat is nog geen antwoord op. Maar wat was er dan helemaal voor die in het begin? Big Bang. Nee, dus het zijn allemaal, dat zijn echt wel vragen waarvan ik me ook afvraag of we er ooit een antwoord op gaan krijgen. We hebben echt geen flauw idee. Nee, we hebben echt geen flauw idee. En ik denk ook dat dat lekker is, want ik denk dat best wel veel wetenschappers het jammer zouden vinden als we overal antwoorden op hadden. Dan is het ook klaar, weet je wel. Ja, dan hebben we het echt uit. Ja, wat gaan we dan doen? Dus ik denk dat, kijk, nu weten we nog, ja, we zijn nu alleen op deze planeet geweest. We kunnen ons eigen zonnestelsel nog verkennen en dan kunnen we daar nog buiten. Maar voordat we bij de volgende ster zijn, ja, dat gaan jouw dochters zelfs volgens mij niet eens meemaken, dus. Nee. Wat hoop jij dan nog mee te maken op jouw vakgebied? Ik zou het wel heel vet vinden als we wel naar een volgende ster gaan. Dus niet per se, kijk, we gaan er niet, ik denk niet dat we er fysiek heen kunnen gaan binnen mijn leven. Dus ik denk ook niet binnen jouw dochters leven. Maar ik denk wel dat we een zonde daarheen kunnen sturen en dat we dus foto's kunnen maken van bijvoorbeeld de planeten bij de dichtstbijzijnde ster. Nou, als we dat hebben gedaan, dat zou ik al echt wel magisch vinden. Ja, een planeet bij de dichtstbijzijnde ster, want dan hebben we dus Mars als een planeet. Dat is allemaal niet zo indrukwekkend dat we daarheen gaan, maar dat we dus naar de volgende zon Ja, precies. Gaan. En die is 4 lichtjaar hier vandaan. Dus dat is licht doet er 4 jaar over. Met de allerbeste, meest optimistische berekeningen zouden we 20 jaar bezig zijn om daar iets heen te sturen. Maar dan zit echt alle technologie heel erg mee de komende 10 jaar. Dus ik denk dat het eerder 80 jaar zou zijn. Dus dat redden we misschien net deze eeuw. Ja, ja. Nou, deze eeuw, ik denk dat deze eeuw jongen veel gaat brengen, hoor. Ik denk echt dat het echt een hele spannende eeuw wordt.
Ik denk echt dat als we straks terugkijken op deze eeuw, dat we dan zeggen, holy shit. Zij hadden echt geen idee wat er allemaal nog ging gebeuren. Ja, dat heb ik nu hoor. Als ik naar zeg maar het begin van de vorige eeuw kijk, dan denk je echt, ja, weet je, ze konden fietsen, ze hadden net auto's en ze hadden echt geen idee wat er allemaal nog ging komen. En op de maan gelopen. Ja, op de maan gelopen en internet en iedereen is met elkaar verbonden, weet je wel. En dus als je dat doortrekt, dan moet er deze eeuw allemaal niet gaan gebeuren. Ja, nee, dat wordt echt huge. Ja, dus het is ook wel heel vet. Het is echt iets om over na te denken en bij stil te staan. Dat wat we nu normaal vinden en de dingen waarvan we denken, oh, dat gaat nooit lukken of zo, is echt onzin. We kunnen zoveel. En als we er gewoon, als je geld steekt in de technologie, als je geld steekt in de richting waar we je heen wil, nou, dan lukt dat gewoon. Ik verheug me dus op, zeker voor mijn dochters op deze eeuw, maar ik vind ze onverteerbaar dat ik het misschien niet meer ga meemaken. Nee, ja, dat herken ik. Nou ja. Maar misschien moet je je verheugen op de dingen die je nog wel gaat meemaken, waarvan je nu nog geen idee hebt. Doe dat. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, thanks. Anna Gimbrere dus. De volgende aflevering is hier Maarten Racing. Ken je die? Gaat over media en cultuur. Dan gaan we het hebben bijvoorbeeld over fake news en hoe je bronnen nou kan vertrouwen in de toekomst. Hoe we daarmee om moeten gaan. Deze podcast is, zeg ik voor iedereen die luistert, is natuurlijk gebaseerd op het boek dat ik heb geschreven. Dat heet ook De Eeuw van mijn Dochters. Een link naar het boek is te vinden in de beschrijving van deze aflevering. Het boek zelf ligt in de lokale boekwinkel bij jou thuis. Dankjewel, Anna. Thanks. Tot de volgende. Tot de volgende.